Helemaal in het oosten van België, tegen de Duitse grens, ligt Bullingen. Deze Eifelgemeente biedt een uniek verblijf aan wie rust zoekt, aan natuurliefhebbers en actieve vakantiegangers. Uitgestrekte bossen en weiden, dalen waar riviertjes ontspringen, een stuwmeer vlakbij. Hier vindt iedereen ontspanning. Bullingen is niet alleen een van de meest uitgestrekte gemeenten van het land, hier ligt ook het hoogste dorp van België. Over 150 vierkante kilometer versterken de 27 dorpen en dorpjes het landelijke karakter. Land- en bosbouw zijn hier nog altijd de belangrijkste economische activiteit. Op grote en kleine hoeven vervaardigen landbouwers hoogwaardige zuivel- en vleeswaren. De talrijke kerken en kapellen uit vele voorbije eeuwen getuigen van het grote geloof dat leeft in de Eifelgemeente. De kruisen langs de wegen zijn een uitdrukking van de diepgewortelde religie op het land. Bullingen heeft zijn bezoekers nog veel meer te bieden. De narcissenweiden in het dal van de Holzwersche vormen een heel bijzonder natuurschouwspel. Elk jaar in de lente toveren miljoenen wilde narcissen de weiden in de vallei om tot één glooiend gouden bloementapijt. Niet alleen in de lente is het aangenaam om een uitstap te maken door de grote verscheidenheid aan flora. Als deel van het natuurpark Hoge Venen Eifel biedt Bullingen daartoe 280 kilometer bewegwijzerde wandelwegen en een dicht net van fietsroutes. Een tocht door de ongerepte natuur wordt zeker een unieke ervaring, te voet, zowel als per fiets en mountainbike of te paard. Traditie en folklore behielden grote waarde in Bullingen. Talrijke festiviteiten wortelen in oude zeden en gebruiken. Zo viert zowat elk dorpje zijn eigen kermis en organiseren de plaatselijke verenigingen samen het feestprogramma. Op verschillende plaatsen heeft de lansier veel bijval bij dansers, muzikanten en toeschouwers. De lansier is een quadrilledans in vijf ronden die sinds de 19e eeuw een vast bestanddeel is van het dorpsleven. Een gevarieerd verenigingsleven bepaalt het cultureel karakter van Bullingen. Meer dan 100 verenigingen in alle dorpen van de gemeente dragen zorg voor de tradities. Ze onderhouden de samenhang in het dorp en geven uiting aan de levensvreugde in de Eifel. Liefhebbers van sacrale kunst komen goed terecht in de Eifelgemeente. Liefst 6 kerken en kapellen zijn beschermd. Meestal romaans en gotisch, soms met barokke elementen. Allemaal hebben ze bijzondere architecturale kenmerken. Rijkelijk bewerkt meubilair en weelderige decoratie behoren evenzeer tot de bijzondere bezienswaardigheden van deze liefdevol gerestaureerde gebedshuizen. De herfst schildert de natuur met kleuren die licht geven en het idyllische landschap vullen met gemütlichkeit. Talrijke hotels en restaurants bieden voortreffelijke gerechten aan. Hoogwaardige streekproducten worden verwerkt tot heuse gastronomie. De gastrotours die hier georganiseerd worden, zijn ver buiten de streek bekend.
Het ruime aanbod aan gastronomische weekends en wildmenu's geniet sinds vele jaren grote bijval. In het hart van de Eifel is Bulingen met zijn uitgestrekte wouden een perfect jachtgebied. Vanouds voelen jagers van heinde en verre zich hier thuis en genieten zij van het met zorg onderhouden bosbestand. Familiale hotels, gastvriendelijke vakantiewoningen en een ruim aanbod aan vrije tijdsbesteding nodigen uit tot een verkwikkende vakantie. Wellness staat hier hoog aangeschreven. Eens in de maand komen marktkramers uit binnen- en buitenland in Bulingen op de dorpsmarkt hun waren aanbieden. Het hoogtepunt van het jaar is de Michielsmarkt begin oktober. Een sociaal gebeuren dat veel handelaars en bezoekers aantrekt. Ook in de winter is de gemeente zeer geliefd bij haar gasten. Om het even of ze komen om zich te ontspannen in het droomlandschap of om zich actief in de sneeuwpret te storten. Hier zijn verscheidene skicentra voor langlauf, wandelen met sneeuwschoenen en sleeën. Dat Bulingen niet ver van het Rijnland ligt, wordt tenslotte duidelijk in het vijfde seizoen. Tijdens die gekke weken voeren Prins Carnaval en zijn gevolg van op hun burchtwagen de carnavalisten aan. Zorgzaam bewaarde tradities. Een rijk cultureel leven in de Eifelgemeente en de prachtige, rustgevende natuur maken van Bulingen een aantrekkelijk reisdoel. Wellicht weldra ook voor u. Wij verheugen ons al op uw bezoek.